Hallo, ik ben Merlin. Welkom bij weer een nieuwe video. De video van vandaag zal zijn keren op de weg door middel van drie keer steken en dat doen we met een automaat. In dit geval zal het zijn de ID3 Pro S. Pro S wil niks anders zeggen als het grote accupakket, maar het is een elektrisch voertuig. Dus we gaan keren op de weg met een elektrische auto en dat is in dit geval een automaat. Heel veel kijkplezier. Als eerste, leuk dat jullie me volgen. Volgen jullie me ook al op de andere socials, zoals TikTok, Verkeersschool Weber, Instagram, Verkeersschool_Weber. Op deze twee socials, TikTok en Instagram, maak ik kleine video's van 5 tot ongeveer 10 seconden. Leerzame video's over allerlei situaties die met de auto, motor of tijdens een theorieles voor kan zien komen. Ik zou het leuk vinden op het moment dat jullie ons daarop ook zouden volgen. Keren op de weg met een automaat. Een klein verschilletje met een brandstofauto. Normaal gesproken, mijn Tiguan, dat is een diesel. En dan doe ik het eigenlijk gewoon op de koppeling. Je kan hem een klein beetje op laten komen. Ga je te hard, doe je de koppeling een beetje in. Met een automaat is het een beetje anders. Je zal het remmetje erbij moeten gebruiken om je snelheid beperkt en laag te houden. Het keren op de weg. Je krijgt een opdracht van de examinator. En die zal aangeven, ik wil in deze straat willen keren door middel van drie keer steken. Je gaat zelf een plekje zoeken. Pak een gunstig plekje. Misschien is het niet gelijk om het hoek het beste plekje, maar dan kun je beter een beetje een stukje doorrijden. Nou, even aangeven dat je gaat stoppen. Dus binnenspiegel voor, rechterspiegel, rechterschouder richting naar rechts en na controle. Je stopt daar waar het kan, veilig is en waar jij denkt, vandaar ga ik het uitvoeren. Nou, dan kijk je eerst om je heen. Je moet bij elke bijzondere verrichting stoppen voor al het verkeer wat er aankomt. Dan ga je kijken, komt er niks aan. Ga je gauw linksom sturen. Met een remmetje zorg je dat de snelheid laag houdt, zo'n 2-3 kilometer hoog uit. Je stuurt helemaal linksom. Ben je bijna rechts, begin je rechtsom te sturen. Kom je bijna tegen de stoep aan, rem je een klein beetje uit. Bij en dan stop je daar. Dan is een reverse. Achteruit zetten. Dat moet ook met de schakelauto, maar ook met de automaat. Je stuurt verder rechtsom. Je wacht tot je schuin de andere kant op staat. Je stuurt linksom. Zachtjes tegen de stoep aan. Beetje remmen weer. Je zet hem in de drive. En dan kijk je goed om je heen en je rijdt gewoon weg. Ondertussen, terwijl je dat aan het doen bent, moet je heel veel om je heen kijken. Je moet echt letterlijk stoppen voor alles wat er aankomt. Dus al het verkeer moet je voor laten gaan. Ik ga zo dadelijk kijken en kom met me mee. Denk er altijd aan, op het moment dat je de auto aan de rechterzijde of linkerzijde van de weg parkeert, dat er links en rechts geen lantaarnpalen of bomen staan. Op het moment dat jij naar voren of naar achter rijdt, steekt de auto voor of achteruit. Dat is de reden waarom je dan net iets ervoor of er voorbij moet gaan stoppen. Ik kom aanrijden en ik wil hier aan de kant gaan stoppen. Ik kijk binnenspiegel voor, rechterspiegel, rechterschouder richting. Ik doe een nakontrole. Ik stop hier bij dat stoeprandje. Ik rem zachtjes en ik stop hier aan de kant van de weg. Ik wil gaan keren op de weg gaan doen door middel van drie keer steken. Ik kijk eerst om me heen, want je moet stoppen voor al het verkeer. Met het remmetje bedien ik de snelheid. Ik ga snel sturen door middel van overpakken. En ik laat hem rustig rollen, zo ongeveer 2-3 km per uur. Op het moment dat de auto bijna recht is, ik blijf goed om me heen kijken. Als hij bijna recht is, dan ga ik snel de andere kant op sturen. Zachtjes tegen de stoep aankomen. Dus je mag er tegenaan, je mag er niet op komen. Ik zet hem in zijn achteruit. Ik kijk eerst om me heen. Heel langzaam laat ik hem verder opkomen. Totdat ik schuin de andere kant op sta. Sta ik schuin, stuur ik snel linksom. Voet zachtjes bijremmen. Ik stop. Ik zet hem in de B-stand. Ik kijk goed om me heen en ik rij rustig rijk weg. Binnenspiegel, buitenspiegel kijken en dan vervolg ik mijn weg. We gaan het gelijk nog een keer doen. Dus ik zoek een plekje, dus tussen die twee hopen met hooi. Binnenspiegel voor, rechterspiegel, rechterschouder richting. Ik doe een nakontrole. Zachtjes ga ik remmen. Ik zorg dat hij naast de kant van de weg staat. Dus opzij. Ik stop. Ik ga eerst kijken, komt er niks aan? Want je moet al het verkeer voor laten gaan. Nou, er komt helemaal niks aan. Ik laat het remmetje een klein beetje los, waardoor die begint te rollen. Ik stuur snel door. Ik ga wachten, terwijl ik om me heen kijk, wachten tot ik bijna recht sta. Op het moment dat ik recht sta, stuur ik snel de andere kant op. Voet bij de rem en zachtjes er tegenaan. In zijn achteruit,
de reverse. Ik kijk goed om me heen. En ik laat langzaam de rem een beetje los. Ruimte snel opkomen, gaat hij harder rijden en dan haal je het niet. Dus heel wachten tot hij schuin staat. Dan stuur ik snel terug. En ik rem zachtjes bij, ik zachtjes tegen de kant aankom. Ik zet hem in de B-stand. De recuperatiestand, die heb ik meestal erop zitten. Dan wekt die energie op het moment dat ik het gas loslaat of bijrem. Ik kijk even om me heen en langzaam laat ik hem verder opkomen terwijl ik doorrijd. Ik kijk binnenspiegel, buitenspiegel en ik ga hem aan de rechterzijde van de weg weer stoppen. Ik kijk binnenspiegel, voor, rechterspiegel, rechterschouder, richting. Ik doe een nakontrole, ik rij hem naar de kant toe. Ik kijk binnenspiegel, buitenspiegel en ik ga zachtjes remmen. Ik ga stoppen hier aan de kant van de weg. Ik kijk binnenspiegel voor, rechterspiegel, rechterschouder, richting naar rechts. Ik doe een nakontrole. Langzaam stuur ik naar de rechterzijde van de weg. Ik stop hier rustig aan de kant. Dit is het plekje waar ik wil gaan keren. Ik kijk eerst om me heen, want ik moet stoppen voor al het verkeer wat er aankomt. De rem een klein beetje loslaten, begint hij te rollen. Ik stuur snel door. Ik blijf om me heen kijken. Ik rem een beetje bij. Als ik er bijna ben, recht. Ik stuur snel terug, voet bij de rem. En ik duw hem helemaal in. Ik zet hem in zijn achteruit. Ik kijk eerst om me heen. Ik laat langzaam de rem een beetje los. En ik wacht tot hij schuin de andere kant op staat. Dan rem ik hem eventueel een klein beetje bij. Zodra hij schuin staat, stuur je snel de andere kant op. Zachtjes remmen, zodat je rustig tegen de kant aankomt. De tegenaan mag, maar je mag er niet opkomen. In de B-stand, de recuperatiestand. Ik kijk even om me heen. Het kan ook de drive zijn natuurlijk als je wil. Komt niks aan. Ik laat het remmetje een beetje los. En rustig ga ik doorrijden. Geef ik een klein beetje gas. Ik kijk binnenspiegel, buitenspiegel en ik rijd door. Ik kom hier aanrijden. En ik wil hier een keer op de weg de middel versteken. En ik doe hier aan de kant stoppen. Binnen, voor, buiten, naar zijn richting. Na controle. Ik stop hier aan de kant van de weg. Dan moet ik eerst om me heen kijken, komt er niets aan? Nou, op het moment dat er niets aankomt, kan ik beginnen. Ik mag hier nu eens naar die Mini. Ik kijk even en ik begin linksom te sturen. En dan ga ik wachten tot ik bijna rechts sta. Met de rem bedien ik hem dus de snelheid. Ik blijf om me heen kijken, ik stuur snel rechtsom. En ik rem zachtjes af. Ik zet hem in zijn achteruit. Ik blijf om me heen kijken. Ik stuur rustig mee, langzaam de remmetje een beetje loslaten dat hij wat gaat rollen. En dan stuur ik snel linksom. Dan zet ik hem in de B-stand. Ik kijk en ik doe rustig wegrijden. Ik kijk erbij binnen, buitenspiegel en ik rijd door. Nou, ik ga hier aan de rechterkant ga ik stoppen. Ik kijk binnenspiegel voor, rechterspiegel, rechterschouder richting nacontrole. En ik stop hier aan de rechterzijde van de weg. Ik ga keren door middel van drie keer steken. Ik kijk eerst om me heen, stoppen voor al het verkeer. De rem een klein beetje loslaten, waardoor die gaat rollen. Je bedient hem eigenlijk met de rem. Ik laat hem rustig rollen, ik stuur lekker mee. Ik blijf goed om me heen kijken, want ik moet stoppen voor alles. Ik wacht tot ik bijna recht sta. Dat sta ik nu, stuur ik snel de andere kant op, terwijl ik om me heen blijf kijken. Zachtjes tegen de kant aanrollen. Dan zet ik hem in de achteruit, die reverse. Ik kijk goed om me heen, komt niks aan, ik laat hem rustig een beetje meerollen. Ik ga wachten tot hij schuin de andere kant op staat. Dat is nu, ik kijk en ik stuur snel weg. Zachtjes remmen, dus de rem een beetje weer in en ik zachtjes tegen de kant aan. In de D of B stand, ik kijk even en ik rijd rustig door. En daarbij kijk ik in mijn binnenbuitenspiegel en ik vervolg mijn weg. Ik kijk, binnenspiegel voor, rechterspiegel, rechterschouder richting rechts. Ik doe nacontrole en ik stop hier aan de rechterzijde van de weg. Dan ga ik eerst om me heen kijken, komt er niks aan. Ik kijk goed om me heen. Klein beetje het remmetje lossen waardoor die gaat rollen en ik stuur rustig mee terwijl ik om me heen blijf kijken. Je moet stoppen voor al het verkeer. Veel blijven kijken, staat hij rechts, stuur ik snel de andere kant op. Alleen draaien op het moment dat je rolt. Zachtjes stoppen. Ik zet hem in zijn achteruit. Ik kijk goed om me heen. Er komt niks aan. Stoppen voor al het verkeer. Rem een beetje los waardoor die gaat rollen. Handen altijd breed aan het stuur. Goed om je heen blijven kijken. Sta ik schuin, stuur ik de andere kant op. Zachtjes tegen de stoep aan. Ik
Ik zet hem in de B-stand. Ik kijk goed om me heen en ik rij rustig weg. Ik kijk binnenspiegel, buitenspiegel en ik ga er vandoor. Nou, we hebben net het keren op de weg in drie keer steken hebben we aangeleerd. Dit was een brede weg. En we gaan nu op weg naar een smalle straatje in Den Bosch Zuid. Kom maar mee. Geen stop aan de kant. Ik kijk binnenspiegel, voor rechterspiegel, rechterschouder richting. Ik doe een nakontrole. Ik rijd naar de kant toe. En dan kijk ik in mijn binnen- en buitenspiegel bij het stoppen. Ik kijk eerst omheen. Komt er niets aan? Nou, er komt niks aan. Ik laat de rem een beetje los, zodat hij gaat rollen en ik stuur snel linksom. Ik wacht tot ik hem bijna rechtdoor zie. Zie ik hem rechtdoor, stuur ik snel rechtsom en ik stop. Ik draai hem in de R-stand, de reverse. Ik kijk om me heen. Ik stuur verder rechtsom. Ik blijf om me heen kijken, want ik moet stoppen voor al het verkeer. Ik wacht tot ik schuin de andere kant op sta en zodra ik dat zie, stuur ik linksom. Ik stop, ik zet hem in de drive of in de B-stand. Ik kijk om me heen en zodra er niks komt, kan ik rustig mijn weg vervolgen. Ik kijk daarbij binnenspiegel, buitenspiegel en ik rijd door. Ik wil hier rechts stoppen. Ik kijk binnenspiegel voor, rechterspiegel, rechterschouder richting. Ik doe een nakontrole, ik rijd naar de kant toe. Ik kijk daarbij in mijn binnenspiegel en in mijn linkerspiegel en ik stop aan de rechterzijde van de weg. Ik ga eerst, voordat ik ga keren, om me heen kijken, want ik moet stoppen voor al het verkeer. Er komt niets aan. Ik laat het remmetje een klein beetje opkomen, daarbij stuur ik linksom. Ik ga wachten tot de auto bijna recht is. Terwijl ik dat doe, kijk ik om me heen. Zodra die recht is, stuur ik rechtsom. Alleen draaien op het moment dat je rijdt. Ik stop. Zachtjes tegen de stoep aan laten rollen. Er tegenaan mag, erop mag niet. Ik zet hem in de reverse, in de achteruit. Ik kijk om me heen. Ik stuur verder rechtsom. Die auto kan niet door, dus ik kan even mijn manoeuvre afmaken. Ik kijk om me heen. Ik wacht tot hij schuin is. Ik stuur snel linksom. Beetje bijremmen, zachtjes de kant raken. In de D of B-stand, ik kijk om me heen en ik rij rustig door en ik vervolg mijn weg. Binnen, buitenspiegel en gas geven. Ik wil hier gaan keren op de weg. Ik stop hier aan de rechterzijde van de weg. Binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. Ik stop hier aan de rechterzijde. Binnen, buitenspiegel en ik stop. Op het moment dat je wil keren en je hebt links langs jouw parkeervakken, is dat tegenwoordig toegestaan om daar gebruik van te maken. Dus ik kijk even om me heen. Remmetje een beetje los dat hij gaat rollen en ik stuur rustig mee met de stoep. Ik wacht tot hij recht staat. Ik blijf om me heen kijken en ik stuur snel rechtsom. Zachtjes remmen en stop. In zijn achteruit, goed om je heen blijven kijken. Je stuurt verder rechtsom. Je wacht tot hij schuin de andere kant op staat en je stuurt dan linksom heel zachtjes tegen de stoep aan laten rollen. Je zet hem in de D of B stand. Je kijkt even om je heen en langzaam rij je verder. Je kijkt daarbij binnenspiegel, buitenspiegel en rij je door. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk en nuttig vond. Vond je hem leuk en nuttig? Geef een blauw duimpje omhoog, een comment en vergeet niet hieronder te abonneren. Doei!